Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Waar we vandaag gaan kijken naar een aandeel dat de afgelopen 12 jaar een rendement heeft behaald van meer dan 6300%. Dat wil zeggen. Zou je 12 jaar geleden 1000 euro hebben geïnvesteerd in dit aandeel, dan zou dat op dit moment meer dan 63.000 euro waard zijn. Misschien denk je dan al meteen aan een tech aandeel. Een aandeel dat heel erg bekend is bij heel veel mensen. Maar dat is niet het geval. En ook juist de reden waarom ik deze video wil maken. Omdat ik wil laten zien dat het juist ooit de bedrijven zijn die wel iedereen kent. Maar niet iedereen mee bezig is in als zijnde zeg maar. En hier zien we het aandeel Microsoft en Google sinds die periode. Sinds 12 augustus 2009 tot en met nu. Dan zie je dat beide bedrijven zo tussen de 1000 of 1100 procent zitten. Dus dat zijn niet de bedrijven waar we naar op zoek zijn. Is het dan misschien Apple? Ook heel erg goed gegaan in die periode. Even kijken. Een stuk beter dan die andere twee met 2300 procent. Maar ook dat is niet het bedrijf wat we vandaag gaan bekijken. Amazon dan misschien. Natuurlijk een bedrijf dat echt heel erg hard gegroeid is, dat weet iedereen wel. Kijk, bijna 4000 procent. Maar nee, ook dat is niet het bedrijf, het bedrijf dat we eindelijk gaan zoeken. Maar laten we eerst nog even trouwens de SP gaan kijken. Want we zien wel dat dit bedrijf het dadelijk beter doet. Maar. Dat de alle andere bedrijven het wel stukken beter hebben gedaan dan de S&P 500 in die periode. Uh, 334 procent, dat is gewoon heel erg mooi. Maar als je juist dus de goede bedrijven had gekozen, had je veel meer rendement kunnen maken. Maar het bedrijf, het aandeel van vandaag, is bekend onder het tickersymbool DPZ. En is bekend als Domino's Pizza. En als we hier gaan kijken, zien we 6.314 procent in de afgelopen 12 jaar en waarom heeft Domino's het dan zo goed gedaan in die periode? Het is trouwens tegenwoordig Domino's en niet meer Domino's Pizza ook een kleinigheidje dat ik tegenkwam tijdens het onderzoek. Maar als je gaat kijken in die jaren, twaalf jaar geleden, was het natuurlijk wel juist de periode dat het niet zo heel goed ging met Domino's. Trouwens met heel veel aandelen niet, want het hadden toen te maken met de financiële crisis. Maar in 2007 zijn zij gekomen met een mobiele en online bestelpagina. Dat was eigenlijk de eerste stap die zij namen om eigenlijk technologie te omarmen. In het, eigenlijk het hele proces van een pizza bestellen. Toen kwam in 2008 de pizza tracker. Die hebben we natuurlijk nog steeds nu. Als je nu een pizza bestelt, kun je precies zien in welke stap de pizza zit. En zelfs tegenwoordig kun je ook kijken via GPS als die naar jouw huis bezorgd wordt waar de bezorger ongeveer is. Dus je kunt voor het heel veel volgen door middel van die pizzatrekker. In 2009 kwamen ze trouwens achter... want uit een groot onderzoek in Amerika onder landelijke ketens bleek... dat Domino's onderaan scoorde. Dus eigenlijk de slechtste was wat betreft kwaliteit. Mensen waren niet tevreden. Aan het einde van dat jaar heeft Domino's dan ook aangekondigd... om eigenlijk helemaal opnieuw te beginnen. Vanaf de bodem af aan heel die pizza opnieuw op te bouwen. Nieuwe recepten om juist een betere pizza neer te zetten. Want als heel veel mensen dus uit een groot onderzoek blijkt... Ontevreden zijn, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je die stap gaat nemen. Ook heel erg goed dat Dominus dat zo heeft gedaan. Ze hebben dat ook heel goed in de, in de publiciteit gebracht, advertenties gemaakt van dat ze zelf heel kritisch waren op hun eigen producten. En dat je ook al kon zien dat Chef Cox alweer bezig waren met die nieuwe producten. Heeft dat geholpen? Nou, aan de aandelenprijs te merken kun je wel zeggen dat dat heeft geholpen. Maar laten we ook even gaan kijken naar de cijfers vanuit die periode. Dan zien we hier de cijfers vanuit 2005, anderhalf miljard omzet. 2006 daalde dat naar 1,4. Jaar daarop daalde nou, het na, bleef ongeveer gelijk, maar ook maar 1,4. Toen daalde het, daalde het, en dit is een beetje het dieptepunt waar we over hebben. Hier kwam die online bestelpagina, hier kwam de pizzatracker. In dit jaar kwam uit dat eigenlijk Domino's heel slecht scoorde, is eigenlijk ook wel het beetje het slechtste jaar wat betreft omzet: 1,4 miljard. Want je ziet al in deze periode hebben ze het dus aangegeven van ja, we weten dat het is, we gaan helemaal opnieuw beginnen, we gaan nu de beste pizzas maken, en je ziet dat meteen de omzet ook al oplopen naar 1,6. 1,65, 1,7 bijna, 1,8, 1,9. Dus je ziet wel, het heeft wel echt impact gehad. En tegenwoordig, vorig jaar, zaten we op 4,1 miljard aan omzet voor Domino's Pizza. En wil je nou zelf ook beginnen met beleggen, dan is het heel belangrijk dat je een goede broker kiest. Zelf gebruik ik vooral de Giro's. Als ik vorige week al liet zien in een video, heb ik daar inmiddels een portfolio van meer dan 190.000 euro opgebouwd. En wil je nou ook gratis een account openen bij de Giro, maak dan gebruik van de link... Onder deze video, want op die manier help je het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar de Giro heeft op dit moment ook een actie waar je tot 50 euro transactiekosten terugkrijgt. Dus dat is een extra lekker begin. En ook voor alle andere brokers vind je trouwens informatie en links onder deze video. Maar laten we nu dan even gaan kijken naar hoe het aandeel Domino's er op dit moment voor staat. En daarbij gaan we natuurlijk weer gebruik maken van mijn aandelen checklist. Ook daarvan vind je trouwens een, een linkje onder deze video mocht je interesse hebben. Ik ben iets aan het bouwen, zodat jullie dit ook kunnen gaan gebruiken. Het is iets anders dan deze sheet. Maar ja, heb je interesse, wil je ook aandelen op deze manier langs een checklist houden. Uiteindelijk ook gaan waarderen. Maak dan gebruik van die link onder de video. Laat even weten dat je interesse hebt. En zodra ik iets te melden heb, dan stuur ik jou een mailtje met meer informatie. Het aandeel op dit moment 519 dollar bijna. Dit jaar al 35% in de plus. Dus vooral de laatste paar maanden zie je echt dat het aandeel omhoog schiet. Inmiddels 19 miljard dollar waard op de beurs. Kijken we naar de koers-winstverhouding, oftewel de PE-ratio. Die is 40, die stukken hoger dan de 15, 20 die we eigenlijk zouden willen. De forward PE ziet er iets beter eruit voor de toekomst, maar nog altijd best wel redelijk hoog met 33 bijna. Kijken naar de winstgevendheid, dan is dat best wel ja, gewoon prima, zeker voor een bedrijf zoals Domino's. Dus bij software kun je nu ook makkelijker grote marges maken. 12% is meer dan de 10% die we zoeken. En ook de return on assets en return on invested capital is gewoon heel erg goed. Gaan we dan kijken naar de omzet, de netto-winst en de cashflow de laatste vijf jaar. Nou, de laatste vijf jaar is de omzet 67% toegenomen van 2,4, 2,5 miljard naar de 4,1 die we straks ook al zagen. De netto-winst is ja, meer dan verdubbeld: 129% van 214 miljoen naar bijna 500 miljoen dollar. Dus dat is heel erg goed. Ook heel erg goed om te zien dat als de omzet stijgt, je uiteindelijk schaalvoordelen hebt, waardoor uiteindelijk de netto-winst harder stijgt. Ook altijd wel positief. En de free cashflow, het geld waarmee het bedrijf eigenlijk kan doen wat het wil. Aandelen opkopen, investeringen doen, dividend uitkeren, noem het maar op. Die is ook uh, meer dan verdubbeld de laatste vijf jaar van 233, 234 miljoen naar meer dan 500 miljoen het afgelopen jaar. Gaan we even kijken hoe het zit met de schuldpositie? Nou, op de korte termijn hebben ze meer bezittingen dan schulden. En in het totaal is het juist andersom: ze hebben meer uh, schulden dan bezittingen. Dit is wel negatief, al moeten we er tegenwoordig wel een beetje rekening mee houden. De rentes zijn op dit moment heel erg laag. Het is vooral belangrijk om te kijken van... Uh, kan het bedrijf vanuit hun cashflow het, de interesse betalen, uh, de rente betalen? Want ooit kan het juist wel heel erg aantrekkelijk zijn... om juist nu schuld aan te gaan als je een heel erg laag rentepercentage hebt. Omdat je eigenlijk goedkoop geld kunt lenen... en op die manier veel meer geld kunt maken, winst kunt maken. Dus uh, het is wel een heel hoog percentage... Zeker een punt om naar te gaan kijken. Kijken we dan naar het dividend. Ze keren 27% van de winst uit, oftewel een dividend yield van 0,7 bijna. En ze kunnen vanuit de, de cashflow die ze hebben met het dividend dat ze uitbetalen, dat zouden ze eigenlijk 5,5 keer kunnen uitbetalen. Dus dat is zeker goed. Kijken we naar het aantal uitstaande aandelen. Dit willen we eigenlijk zien dat dit afneemt, want op die manier ja, waardeer je eigenlijk je aandeelhouders. Uh, ook op die manier kun je als aandeelhouder rendement maken. En we zien hier dat de laatste vijf jaar het aantal uitstaande aandelen met 20% is afgenomen. Kijken we nog naar de koersinformatie en dan vooral eigenlijk naar de gemiddelde koerswaardering. Die zit op 447 dollar, oftewel bijna 14% onder de huidige koers. Dus ja, analisten geven we wel aan. Um, ze verwachten eigenlijk dat het aandeel nu al ja, overgewaardeerd is, vooruit is gelopen op de koersverwachting. En hier hebben we nog een keer een overzicht van alle punten die we zojuist hebben bekeken in één. Zeg maar checklist. We zien dat vooral de waardering nu overgewaardeerd is. En ook dat het met de schulden uh, niet zo goed is. Analisten niet, maar op alle andere punten scoort hij wel een punt. Laten we ook nog zelf even gaan kijken naar een waardering. Zelf een waardering maken. We maken gebruik van de cijfers van de laatste 10 jaar. En doen dan drie aannames voor de toekomst. In het eerste geval, in de bear case, zijn wat lage aannames voor als het wat minder goed gaat. De base case is eigenlijk gewoon als het doorgaat zoals het nu ook gemiddeld doorgaat. Of in de bull case juist als het heel erg goed gaat de komende jaren. Nou, we kunnen zien dat de, de omzet is gegroeid tussen de 11 en 15, 16 procent het afgelopen jaar. Dus we gaan uit van 11, 13 en 15 procent. We gaan er ook vanuit dat ze nog steeds aandelen zullen opkopen. Min 3, min 4 en min 5 procent per jaar. De winstmarge die lag de laatste 10 jaar zo. Ergens achter in de 9 is inmiddels wat verbeterd naar 11,5. Dus maken we hier uh, gaan we uit van 9, 10 en 11 procent. En dat doen we ook bij de free cash flow. Dan het PE-ratio, die is op dit moment 42. Veel hoger dan wat we graag zouden willen zien. Dus laten wij uitgaan van 15, 20 en 25. En hetzelfde geldt wederom voor de free cash flow. En dan maken we nog uh, als laatste, geven we aan wat we zelf als rendement zouden willen. Nou, in de minst goede situatie Waarbij het niet zo goed gaat met het bedrijf. Zeg maar, willen we meer rendement, dus 15% per jaar? En in het hoogste geval willen we 10% per jaar. En als we dat gaan berekenen, dan komen daar de volgende waarderingen uit. We zien daar uh, bij de earnings multiple. Uh, de EBITDA, dan zien we 210. Die zien we trouwens ook bij Discounted Cashflow. En we zien trouwens dat hier alles trouwens hetzelfde is. Um, de eerste vier zijn eigenlijk dus rood gekleurd, oftewel, de huidige koers is hoger dan deze. En alleen in het laatste geval, als ze de komende zeven jaar nog 15% per jaar weten te groeien, de marge weten aan te houden zoals vorig jaar. En een PI- /E ratio hebben van 25. Dan zou het aandeel 700 dollar waard zijn. Nou, ik denk niet. Dat het dat is. We zagen het al aan de analisten, die denken ook dat dat niet zo is. En wij berekenen hier nu 390. Al zou ik liever zo tussen de 210 en 390 dollar gaan zitten. En dat zou betekenen dat het op dit moment het aantal dus nog zo'n 30 tot 50 procent moet dalen in prijs. om überhaupt interessant te worden volgens mijn waardering. En natuurlijk is het achteraf makkelijk praten. Twaalf jaar later met het aandeel is het natuurlijk makkelijk om te laten zien van... kijk eens wat voor rendement je had kunnen maken als je toen was ingestapt. Het is natuurlijk net zo'n tijd geweest dat er een crisis was. Dat het bedrijf minder omzet draaide en ook minder marges had. Dus ja, het ging helemaal niet per se zo goed met het bedrijf. Maar wat ik juist wil zeggen is van kijk eens juist naar de bedrijven die niet... ...gehyped worden op dit moment. De bedrijven waar niet iedereen het al over heeft. Misschien juist de bedrijven waarmee het nu iets minder gaat. Ga daar juist onderzoek naar doen. Om te kijken van waarom gaat het minder. Kijk wat jij denkt van de toekomst. En dan kun je zien dat je dus dit soort aandelen... Elke, ...elk moment eigenlijk wel tegen kunt komen. En die op lange termijn dus veel meer kunnen opleveren... ...dan de aandelen waar iedereen het al over heeft. Zeker de tech-aandelen op dit moment. En wie weet vind jij dan ook wel een aandeel... ...zoals Domino's 12 jaar geleden was. Heb je misschien al een aandeel op het oog... Of heb je iets anders te melden, andere feedback, andere tips? Laat dat vooral weten in de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.